Ja, middelzekers. ik kom bij u. Ja, wat uh, dacht u van die hele discussie hier? <laughs> nou ja, ik denk inderdaad, kom ik een keertje langs. Uh, zijn ze met een, uh, een ruzie? Net alsof je bij je schoonfamilie komt, net terwijl ze aan het ruzieën zijn. Uh, en ik zou me er ook absoluut niet mee bemoeien, waren het niet dat wij bij ons in Nederland natuurlijk. Uh, hetzelfde soort problemen hebben mm -hmm. en ook de oplossingen niet zien. Want er wordt hier dus gezegd van ja, we moeten nou eenmaal of met deze foute techniek werken, of met die foute techniek werken. Of met... Maar je kan natuurlijk ook gewoon minder energie gebruiken. Ja, dat zeker. Ja, maar ja, die mogelijkheid dat, uh, uh, ja. heb ik hier in ieder geval niet gehoord. Nee, nee, Dat is ook een deel van, uh, dat is een het deel het de, van de oplossing. Er ja, ja, ja. wordt ook ja, aan gewerkt. Ja. Isoleren van woningen en zo minder. We energie. gaan het over uw boek hebben. Hè? Wat loopt daar een biologische kijk op rassen? Nu Ik uh, ken boeken over hondenrassen, over paardenrassen, maar over rassen bij de mens, dat is lang geleden. Waarom wou je dit schrijven? Nou, omdat ik mij erover verbaas, dat, dat, uh, er, zijn, er zijn 10 miljoen diersoorten. En uh, die mogen wij biologen, uh, die mogen wij hebben. Uh, daar mogen wij over nadenken, daar mogen wij onderzoek aan doen. Daar mogen wij boeken over schrijven. Dat is dan al reuze gezellig. Maar bij die 10 miljoen dieren, er is er eentje... daar moeten wij volgens een heleboel mensen uh, van afblijven. Of in ieder geval voorzichtig mee zijn. Dus... Dat is de mens. En dat is de mens als, als ik probeer... Om uh, de mens met een biologe oog net zo te beschrijven. als dat ik dat met een merel. of met een mm -hmm. regenworm gedaan zou hebben. Uh, dan zeggen mensen. ja, moet je wel een beetje mee oppassen hoor. Uh, ja? Want uh, daar, daar zitten haken en ogen. zitten daaraan. Je, bijvoorbeeld uh, de mensheid opdelen. Uh, in groepen. Hè? Dus je, je, je mag. vogels, die deel je natuurlijk op in soorten. Hè? Als, als, als iemand vogelaar wil worden. dan koopt hij eerst een boekje. En dan gaat hij kijken: van, dat is een meeuw en dat is een spreeuw. En als iemand bij mij komt en die zegt: Ik ben vogelkundige, maar hij kan geen meeuw van een spreeuw onderscheiden, dan denk ik: Dat is een aardige gozer. Ik schenk een borreltje voor hem in, maar een ornitholoog is hij niet. En dat geldt natuurlijk ook voor menskundigen. Het gebeurde wel, hè? want in uw boek staan heel wat uh, foto's. We hebben er één uh, uitgehaald waarin. Uh... Heel duidelijk. Mensen getypeerd werd, werden in verschillende rassen. Er is deze foto en uh, we hebben er nog één. Ja, zegt u het maar, hè. Wat... Wat zijn de rassen die we daar zien? Oh ja, dat, is, dat is precies wat we bij dieren dus altijd doen. Ja. Uh, eerst opdelen in soorten en als dat van pas komt dan die soorten weer opdelen in rassen. En daar hebben we ook hele goede reden voor, want het maakt heel veel uit hoor of je door een poedel of door een pitboel wordt uh, gebeten. En het maakt ook heel wat uit bij de groenteboer wat voor ras van verschillende groentes uh, je koopt. Dus het is heel verstandig om dat uh, onderscheid te maken. Maar het gebeurde vroeger. Waarom zijn wetenschappers er ja, ja, nou ja, dat is een uh, vraag naar de bekende weg. Uh, de Tweede Wereldoorlog, met name. Hè. Dus tot de Tweede Wereldoorlog. was het, uh, het groeperen van mensen was een eerbaar vak. Er waren overal waren de antropologen, schedelmeters. Uh, die daar een goed belegde boterham uh, mee verdienden. om de medemensen in de rassen te verdelen. Ja, toen is er in de Tweede Wereldoorlog. zijn verschrikkelijke dingen gebeurd. Echt, echt. Met geen pen te beschrijven. wat er uit het naam van het rassenonderscheid. aan ellende is uh, ontstaan. En toen dachten een hoop mensen na de Tweede Wereldoorlog, weet je wat? We moeten eens ophouden met dat uh, in rassen verdelen. Dus toen werd die hele rassenwetenschap die werd onder het, het uh, tafelkleed uh, geveegd. Maar ja, wat gebeurt er met dingen die je onder het tafelkleed veegt? Die gaan rot. Dus er de, de, de was de oprechte gedachte... In 1950 heeft de UNESCO met een heleboel geleerden afgesproken... weet je wat, houden we mee op met die rassen... want er komt alleen maar glazig van. Ja. Maar dan in nette woorden opgeschreven en... De... Uh, nou, het was een goed plan, echt, eerlijk waar. Ik wou dat het uh, zo was gegaan, maar het ging niet zo. Nu... In werkelijkheid nam, nam het rassenprobleem alleen maar toe. In de jaren zestig, in Amerika, rasserellen, Zuid-Afrika. Dus uh, je mond erover houden. Uh, oh, nee, dat is een taboe, daar praten wij niet over. Daarmee verdwijnt het racisme niet. Het, ik ben zelfs bang dat het er alleen maar erger van wordt. Ja. Dus wil u het weer van onder het tafelkleed halen? En nou, wil u weer mensen opdelen in rassen? Nou, ik, ik, ik deel de mensen niet op in rassen. De mensen zijn in rassen opgedeeld al door Linnaeus. Dat is die, die man die in de 18e eeuw... alle planten en dieren een Latijnse naam heeft gegeven... die wij nu nog steeds gebruiken. En ja, Linnaeus was niet blind. Dus die zag zwarte mensen, die zag gele mensen, die zag witte mensen... En die heeft net zoals die andere diersoorten opdeelden. gewoon uit handigheid. Ja. Niet, 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 nee, dat, dat is het probleem. De meeste mensen denken dat Linnaeus. En ze konuiten uit de 18e eeuw. Dat die de mensheid hebben opgedeeld in partjes. Om het, uh, het ene deel van de mensheid, het andere deel van de mensheid, te kunnen laten onderdrukken. Maar dit, dat, dat is een van de redenen om dat boek te schrijven, daar word ik zo boos om. Want dat hebben ze, dat hebben ze echt niet gedaan. Hij nou, heeft het echt alleen maar opgedeeld. Uh, de mensheid en de dierheid, en de plantheid. En de steenheid, heeft hij allemaal opgedeeld. Alleen om overzicht te scheppen. Ja, maar... in de hoop dat je daardoor inzicht krijgt. En wat gebeurde, lo en behold... doordat Linnaeus uh, de dieren en de planten en de mensen in partjes heeft opgedeeld... kwam uh, Darwin op het idee van... Hey, daar zit misschien iets achter uh, dat er uh, die variatie is. En die kwam met de evolutieleer. Mm -hmm. En uit de evolutieleer blijkt dat wij allemaal aan elkaar verwant zijn... Dus juist door te bestuderen alle verschillen en al die verschillende naampjes te geven, zijn wij erachter gekomen dat al die verschillende dingen uit elkaar zijn voortgekomen. Dat wij familie zijn en dat wij dus één soort mens zijn in verschillende rassen. In verschillende rassen. Maar kan het erover praten, er onderzoek naar doen, zonder die negatieve connotatie die het toch heeft? Ja, dat, natuurlijk kan dat. Je, je kan alles opdelen. Je kan uh, wijnsoorten opdelen. Je kan uh, uh, muzieksoorten kun je opdelen. En als je nou maar die indeling gewoon naast elkaar houdt. Zonder waardering, dat is het probleem. Dan krijg je overzicht. Maar je moet natuurlijk niet die verschillende dingen boven elkaar gaan stellen. Ja, dan krijg je ongeluk. Ja. Hoeveel rassen zijn er? Uh, de ene schatting zegt uh, één... De mens. Het de rit. andere schatting zegt 7,5 miljard. Uh, ja, elk mens de individu. Eigen <laughs> ras. Want <laughs> elk mens is uniek. Hè? Het genetisch, mm -hmm. dat weten we. De, 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 echt tot op, op het laatste detail zijn we allemaal anders. Uh, dus het gaat erom als je aan het indelen slaat. of je nou wijnen indeelt. of kaasjes indeelt. of, of wat je ook maar indeelt. dat het praktisch blijft. Je deelt de zaak in. Om een beetje praktisch overzicht te krijgen. Mm. En dan is een één mensenras is wel heel weinig. En 7,5 miljard is wel heel erg veel. Ik, ik denk als we nou gewoon eerst even erkennen. dat die befaamde vier of vijf mensenrassen. Uh, van die vijf hoofdkleuren. dat ja. die bestaan, dat we daar rekening mee houden. Ja. Wat ziet u hier zitten? Hoeveel rassen ziet u hier zitten? Europees-Caucasische ras. Volgens oh, mij zijn dit Belgen. Belgen? Ja. Nou, dat, ja, dat is een rassen. apart, ja, natuurlijk, hè? Ja. 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 Nu... Of Vlamingen? Nee, ik, 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 dit is, dit is Vlaam. Het, 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 het gaat erom bij het onderscheid tussen rassen: dat je, uh, als je op een terrasje zit en er komen mensen langs, dat je, of je dat nou wil of niet dat je automatisch de mensen die langs lopen indeelt... mannen en vrouwen, groot en klein, ja. dik en dun... maar je deelt ze ook in uh, op huidskleur. En je denkt ook wel van... die zou wel eens uit Afrika kunnen komen. En, en die ja. weet ik niet zeker waar die vandaan komt. Maar ja. uit Afrika zeker niet. <laughs> nou, dus je, 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 je maakt een... Die, die indeling hoeft niet compleet te zijn. Je hoeft niet overal scherpe grenzen ja. tussen te kunnen trekken. Het loopt allemaal in elkaar over. Maar kan het helpen om racisme uit de wereld te helpen? Het opdelen of het praten over rassen. Kan dat helpen om racisme. Ik ben er heilig van overtuigd. Anders zou ik dat niet doen. Ik weet in ieder geval zeker dat we hebben de afgelopen 70 jaar. Hebben we geprobeerd om het onderscheid in rassen uh, te, te vernijnen, zeggen de Duitsers uh, zo netjes, net te doen alsof het niet bestaat? Je ziet het in met het je grote ogen, um, ja. maar van je fatsoen mag je het niet zeggen. En dat is nooit een gezond uitgangspunt nee. geweest nee. om tot een maar oplossing fijn. te komen. Ja, ik ben zelf academicus, dus ik vind inderdaad... ...de wetenschap moet vrij en autonoom kunnen zijn. En ja, het is niet omdat uh, misschien bepaalde wetenschappelijke logica... ...nefaste gevolgen kan hebben dat, ja, dat je dat dan moet uh, de, de, de mond snoeren... ...of dat je dat inderdaad onder het tafelkleed moet vegen. Maar ik vraag mij wel af, wat, wat is eigenlijk de wetenschappelijke meerwaarde... ...om echt uh, ja, die rassenopdeling dan effectief ja, te gaan invullen? Uh, dat is vrij en autonoom. Als... als als u besluit om, om vogelkenner te worden... dan is het allereerste wat je doet... is vogels onderscheiden. Mm -hmm. En pas als je de vogels hebt leren onderscheiden... dan zie je wat al die vogels gemeen hebben. En als, als u... Uh, maar, maar u zegt zelf... Dan niet als van... u een, nieuw, een nieuwe vriendin heeft... En u wordt voorgesteld Toen aan de. vriend zijn. We niet aan de vriend, neem ik me niet kwalijk. Sorry. Ja, maak, maak nu, ja, het is geen belediging. Nee, nee toch, de toch de mijn excuus hiervoor. Nee. Nee. Neem me niet kwalijk. Als u een, een, een nieuwe vriendin of een nieuwe vriend hebt, u wordt voorgesteld aan de schoonfamilie. Dan is het toch het eerste wat je doet als je bij die schoonfamilie komt, ze uit elkaar houden. Die, die dikke, dat is de vader. En die dunne, dat is de oom. en die ja, dat, dat, dat is een is normale tante. menselijke reactie, ja, dus, inderdaad. En, 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 maar de vraag de, is wat je, de wetenschappelijke dus nou, meerwaarde... Dus als je vogels wilt leren in. kennen, nou, als je de mens wilt leren kennen... Ja. dan zul je dus ook die verschillende types mensen uit elkaar moeten zien ja. te houden. En, en wat daarvan dan uh, de diepere ja. betekenis is van die verschillen... Daar kunnen we het altijd nog over hebben, maar mm. als, je, als je de verschillen niet ziet mm -hmm. of niet mm -hmm. wil zien. En het is allemaal begonnen met de knopendoos van uw moeder, hoorde ja, ik in de podcast. Ja, 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 ja. Dat oh, kan u ja, nog vertellen. Ja. Ja. Oh, ja, dat is het, ja, het, het, het taxonoompje in, in de Dop. Uh, wij hadden, vroeger hadden wij een knopendoos. Ik weet niet of ja. dat hier. Mm -hmm, nou, ja. Dus aan alle knopen. Uh, als er een broek wordt weggegooid. eerst ja. knopen eraf. En allemaal in tonnen zitten de knopen van opa nog in. Nou, als klein kindje. en je krijgt zo'n tover, zo toverdoos. zei ik automatisch al. Een knopendoos. Dan, ja, ik, ik werd daardoor bevangen. Dan ging je die doos ging je sorteren in groepjes. Uh, rode knopen bij rode knopen, blauwe knopen bij blauwe knopen. En, en nou hartstikke leuk. Maar het echte geluk kwam pas, als alle rode knopen toevallig drie gaatjes hadden en alle blauwe knopen toevallig vier gaatjes hadden. En dan dan begon, er, begon zich een patroon te ontwikkelen. Dus eerst ja. heb je een weerwar, alles door elkaar. En, en dan, dan ga je maar. bergjes maken, en dan zie je patronen. En ja. dan pas, na verloop van tijd komt de wetenschap. Zit daar iets achter, achter die patronen? Ja, he. uh, waarom hebben al die rode knoopjes drie gaatjes? Uh, is dat misschien van de trouwjurk van mijn moeder? Uh, uh, nou, Mooi. Je, je, je ziet het al voor je. Mm -hmm. Zeker dat dat uw laatste boek is? U bent 75 nu. Mijn vriendin zegt van wel. Ja, Oei. Die vindt dat het mooi geweest is. Dan ja. <laughs> wens ik u heel veel succes met de vriendin en met uh, uw... Nogmaals, excuses. Dankjewel, Midas Dekkers.